Hier neemt hij op. En hier neemt hij ook op. Doe ik een klapje. Nice. Hallo daar, dag dames en heren. En welkom bij een gloednieuwe aflevering van Q&A. De afgelopen aflevering hebben heel veel andere YouTubers en TikTokers en ik weet niet wat nog allemaal gehad. Dus ik dacht, het is misschien een keer tijd voor iets anders. Dus daarom zit ik hier vandaag met Nina Derwaal. Dus nu is het zo wat stil, hè. Nu, stel dat er mensen zijn dat denken van... Wie zei je? Hallo, ik ben Nina Derwaal. Ik ben 20 jaar oud. De meeste mensen die mij kennen, zullen mij waarschijnlijk kennen van de sport. Ik ben ondertussen tweevoudig wereldkampioen op de brug met ongelijke lengtes. Voor de mensen die ook afvragen, Maximiaan, ziet er zo mottig uit. Dus omdat het heel vroeg op de... Allee, heel vroeg, het valt eigenlijk nog mee, hè. Het valt echt mee. Het valt nog mee, maar ik was net uit mijn bed. Ik heb heel veel vragen gekregen. Ja. Sommige gepast, heel veel ongepast, zoals gewoonlijk. Grootste blunder ooit. Ik ben ook gewoon heel lomp. Ik laat ook van alles vallen. Mijn 3 jaar geleden had ik mijn pizza besteld. Mm-hmm. Het was wel wat lauw, dus ik dacht ik ga het in mijn oven steken. Maar ik had het in de oven stoken met doos en al. Dus ik kom plots uit mijn kamer en mijn oven stond in brand. Dus dat is zo mijn niveau van lomp zijn. Okay. Dat nu nog niet gewend. Zo'n klein beetje minder. Zo gsm in de blaren eerst laten vallen, zo van die ding, dan zinkt dat naar de bodem. Maar iemand anders zijn gsm. We waren zo aan het blaren eerst, kunt van die gele trapfietsbootjes dingen doen. En wij zo, oh tof, vanmiddag vrij, kom, we gaan dat doen. We hadden zo wat foto's getrokken met de gsm en ik leg die zo, iemand anders zijn gsm dus, en ik leg die langs mij op zo'n verhoogstje. En ik sta recht en die boot beweegt en zo niet in dat water. En ik zo, spring je daar nog met 3 meter water in. Maar dat was onbegonnen. Ze ligt daar nu nog altijd zo, hè? Ligt daar op de bodem van de Blaarmeerse. Ik heb dan wel de helft van die gsm betaald. Oh, toch nog zo de helft zo. Zou je ooit je leven willen omgooien en iets anders willen doen? Want jij bent al begonnen met turnen op welke leeftijd? Met 2,5. 2,5. Ja, van daaruit is dat zo begonnen, als zo 2-3 keer in de week. En dan is dat zo geëvolueerd. Ik denk dat ik tegen dat ik naar het 4e leerjaar ging, dus wat is dat, 10 jaar of zo? Ja, 10 jaar. Ja, trainde ik 20 uur per week. Allee. Nu denk ik daar wel zo af en toe aan, zo, wat als ik zo dat allemaal niet had gedaan en nu was begonnen met topsport en nu was begonnen met... Volgende vraag. Het was een diepe vraag. Ja, diepe, hè. Ja, maar dat is het ambetant. Ik wil liefst toch zo altijd zo een simpele vraag trekken om te beginnen. Maar ja, het was niet... Ben je blij dat de Olympische Spelen een jaar later zijn om nog meer te kunnen trainen? Ja, voor de mensen die onder een steen hebben geleefd de afgelopen... Maart, wanneer was dat? Maart. Mensen die de afgelopen 6 maanden onder een steen hebben geleefd, er is dus iets genaamd corona, waardoor dat de Olympische Spelen niet doorgaan. Ja. Ja. Het heeft zo 2 kanten. Toen ik dat nieuws te horen kreeg, dacht ik echt van, nee, dat meen ik niet. Nog een jaar. Nog een jaar. Stop. We gaan altijd zo bij nieuwjaar gaan we op stage. We waren dus op stage geweest naar Zuid-Afrika. Oh. Daar zo, ja, allemaal goestingen. Laatste zo rechte lijn tot aan de Spelen. Die voorbereiding is echt verschrikkelijk lang. Hè, want dat is zo, dan gaat dat door van januari. Als we terugkomen van stage, ging die voorbereiding beginnen tot aan de Spelen. Dus we waren ons echt zo mentaal aan het voorbereiden op zo 7 lange maanden van veel trainen. Dus dan waren we echt zo, oké, ons daarop aan het voorbereiden. En dan, beetje bij beetje, begint dan zo corona op te komen. Begint zo met iets kleins in China, dat gaat meevallen en dan plots. En dan ineens is het zo van, die wedstrijd gaat niet door. EK, ja nee, dat gaat ook niet door. Dan toch zo de moment dat je het nieuws binnenkrijgt, was best wel hard. We zijn echt zo, we zagen elkaar, we zijn zo instant allemaal beginnen ween. Maar dat is zo een mengeling van gaan lachen en ween, want we wisten gewoon echt niet wat we moesten doen. Ja, maar als we er zo 7 maanden echt naar hebt zitten, dus, om dan plots... Ja, toen was het nog maar 3 maanden, want we waren nog maar maart. Allee. Dat was in Japan, hè? Dat was in Japan. Ik zou eerder baan dat ik naar Japan wil gaan dan... Normaal gezien, in maart ergens ging ik vertrekken. Ik ging een wedstrijd gaan doen in Japan om mij voor te bereiden op de Spelen. Ergens begin maart, maar dat is... Nee. Ik ben naar huis gegaan. Dat was de eerste keer in redelijk lang dat ik thuis was op mijn verjaardag. Dat 90% ja, had dat niet weten. Jij bent van? Ik ben van Sint-Truiden. Maar ik zit al ondertussen 9 jaar in Gent. Ja, dus ik heb dat net ook al gezegd. Vandaar het rare accent eigenlijk. Zullen we? Zeg het er, dus heb eigenlijk echt gewoon uw geboortedorp echt gewoon verloochend. Ja. Je favoriete toestel? Ik dacht dat jij gewoon die dingen deed, die, nee. Die, maar doet nog andere dingen we ook doen nog. Hier dat bruggedoe dus, dat ik doe.
Dan balk, grond. Dat is zo hetgeen waar dat, ik weet niet of Simon Biles, ja. Dat die zo zot goed op is. En sprong. Dat is zo dat die bok waar dat we moeten over springen. Om het makkelijk uit te leggen. Maar mijn favoriet is zelfs het brug. Ook wel logisch, denk ik. Omdat ik daar best in ben. Maar dus als je naar de Olympische Spelen gaat, moet je dan al die vier toestellen doen? Of mocht je één toestel kiezen waarop dat je dan je gaat focussen? Ik moet alle vier doen. Maar zo lenen ook, what the fuck? Ik kan gewoon mijn tenen in mijn mond steken, maar daar stopt het. Hè. Ik kan zo niet. Maar zo net ver genoeg om zo. Hij kon zwemmen op je twee. Yeah. Ik kan mijn tenen in mijn mond steken met 25. Nu hij. Hoe zit een gemiddelde. Hoe ziet waarschijnlijk. De gemiddelde trainingsdag. Hoe ziet een gemiddelde trainingsdag eruit? Tijdens corona of voor corona? Pak de grootste flex. Wat dat de echt grootste doet. Flex. Ik zal gewoon een trainingsdag van toen ik nog op middelbaar zat. Wekker ging om 6:30 elke dag. 6:50 ontbijt. 7:50 vertrekken naar training en om 7:30 begon onze training. Dan trainden wij van 7:30 tot 10:30. Dan hadden wij zo de schoolbus die ons kwam ophalen. Die bracht ons naar school. Dan hadden wij les. Ik denk dat de bel ging om 3:20. En dan om 4:15 begon onze training terug. Dus van 4:15 tot 7:00. Dan gingen we terug naar het internaat. Zoals dat eten, studeren, douchen, slapen. En de volgende opnieuw. Wauw, en dat is 6 jaar lang? 7 jaar lang. What the fuck? Ja. What the fuck? En ik zit hier zo te blijten als ik zo een keer mijn wekker moet zetten om 8:00. Had je dan zo'n bepaalde periode dat je even zo kon zeggen van nu even pauze of nu even wat rustiger aan? We hadden altijd 2 weken vakantie in zo juli ergens. Meestal 2 weken en dan een week bij kerstmis. Oh, wow. Maar nu zijn je student, hè? Nu ben ik student. Ja, voordat het schooljaar begint, ga ik met mijn trainingsschema naar school. Oké, welke vakken kan ik doen daar hierin passen? Fix it. Dat vak mee volgen in die groep en dat vak mee volgen in die groep. Oh, echt zo in verschil. Oh, nee. Maar dus je hebt ook zo niet de kans om echt zo mensen te leren kennen dan? Nee, want ja, ik zat vorig jaar in mijn eerste jaar, ik zit dit jaar in mijn eerste jaar, ik zit volgend jaar nog een jaartje in mijn eerste jaar. Zo, overal een beetje. Goud op de Spelen of goud op het WK in eigen land? Ja, dat vond ik nog een nice vraag. Ja, toch goud op de Spelen, denk ik. Okay. Ik heb ondertussen 2 wereldtitels. Oh. En maar nog geen Olympische. En nu Olympische Spelen, als je realistisch kijkt, wat denk je dat mogelijk is? Want ik weet niet wat dat zo'n concurrentie is. Ik me goed kan voorbereiden en heel daar graag en een goede wedstrijd doe. Dat ik wel een grote kans heb. Oh ja, dat ik wel echt strijd voor een medaille en brug. Oeh. Dus er is wel een reële kans dat. Wow. Yes. Nu al. Begint te minderen. Tips om flexibeler te worden. Ik deed dat altijd. We moesten bijvoorbeeld op ons knieën gaan zitten, zeg maar. En dan met de trainster achter u. Die dan duwt of wat? Ja, en dan pakte die zo uw been zo vast. What the fuck? Maar dan. Maar doet dat geen pijn? Ja, op dat moment, het begin een beetje. En dan is dat zo, dan zegt ze eigenlijk tegenduwen en dan moet je haar tegenduwen. En dan lossen. En op het moment dat je los van tegenduwen, trekt zij verder aan. En dan moet je daar tegenduwen en dan lossen. Dus eigenlijk gewoon zo tegenduwen op de hoogte dat je zit. En dan lossen om wat te zakken. En dan terug tegenduwen en dan terug wat lossen. En dan zo beetje bij beetje. Maar what the fuck? Stop. Het is zo het verste zakje. Zo krijg je het deel toch niet in je mond. Nee. Moustache. Ik ben maar redelijk lenig in mijn hamstrings, maar ik ben heel erg stijf in mijn schouders. Ik kan niet verder dan dat naar achter, dat is vast. Op een feestje. Waar zie je jezelf binnen 10 jaar? Binnen 10 jaar ben ik dan 30. Oei. Oeh, shit. Hopelijk afgestudeerd. Zo net 30 afgestudeerd. Ik denk momenteel in blokken van 4 jaar. En dat zijn blokken van Olympische cyclussen. En echt wat er daarna komt, is echt elke 4 jaar is dat weer een verrassing. Dat zie ik wel. Dat zie ik wel. Laatste vraag. Is er nog plaats voor een sociaal leven? Ja. Amper. Dus ik denk dat ik eigenlijk een gelijk heb gevonden dat even slecht kan drinken als ik. Dus, ik kan echt niet drinken. Ik was op vakantie en ik heb daar 1 cocktail gedronken.
Ik ging recht staan en dat ik iets drink, zijn zo cocktails of zoiets van sterke drank. Ah ja, dat ze nog hier extra hard zo inslaan. Dat was fataal, ja. Dat waren de vragen. Dat waren de vragen. Kun je iemand leren op 2 minuten spaghetten split? Dat gaat niet, hè? Nee, je kunt die wel oefeningen geven om te zeggen van doe dat een periode thuis en dan normaal die moet wel na een tijdje lukken. Wat ik al doe op het einde van elke video is aan mijn gasten vragen om aan de kijkers een stukje nutteloos advies te geven. Dus geen nuttig advies, maar een nutteloos advies waar ze niets mee zijn. Ik heb daar het hoofd niet voor om zo te redeneren. Maar niemand... Ik heb eerst wat koffiekoekjes gezeten. Oh shit, al die keuze. Ik wist niet wat ik graag had. Ja, zeg, santé. Hè. Santé. Nee, zeg dus santé als je koffiekoek op eet. Smakelijk. Smakelijk. Wel koffiekoek. Hoeveel calorieën verbrand je op een dag? Belachelijk veel toch? 800-900 per training of zo. En dan nog een keer supergezond eten erbij of wat? Mm-hmm. Kip en broccoli. zo lachen, maar eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik lust dan bijvoorbeeld geen komkommer en geen tomaat. Dat is dan een slaagje. Hoezo lust je geen komkommer? Dus dat is letterlijk gewoon water waar dat in bijt. Maar wel die 1% dat geen water is, dat heb ik niet. Nog zoiets ijs, ik ben echt zo slaagd en kan ervan blijven eten. Geef mij 3 potten Ben & Jerry's, ik eet die direct leeg. Ik kan keiveel gegeten hebben, maar geef mij een pot Ben & Jerry's en die is leeg. Maar welke Ben & Jerry's dan? Zijn er zo de basic bitch, dan zo de chocolate brownie? Nee, ik kan wel choo-choo. Maar nutteloos advies. Ik ga echt gewoon blijven kijken tot als je nutteloos advies geeft. Smijt je koffiekoekje niet in de vuilbak om ons op te eten. Maar dat is logisch. Maar je gaat allemaal van de werk met mij. Het gaat niet komen, hè. Ik kom eens op een examen. Oh, als je geen water hebt, als je geen glas hebt, moet je water uit je schoen drinken. Voilà. Als je geen glas hebt, moet je water uit een schoen drinken. Vandaag zijn we 27 augustus. Ja. Dat was de video eigenlijk. Okay. Jij is dat kwijt wel aan de mensen dat je nog zo echt zo wilt zeggen van zo wereldvrede of zo. Peace out. Nina, waar kunnen de mensen nu online vinden? Stel, binnen volgend jaar als de Olympische Spelen zijn en ze willen nu... Waar kunnen ze u online vinden en op welke platform allemaal? Op Instagram. Ook gewoon Nina de Waal. Atleet. Nee. Ja, staat dat daar ook op? Nee, toch niet? Ja, ik zou het zeggen, moest mijn gsm, ja, maar ik kon iets magisch verdienen. Jij hebt de stoel? Hm? Ah, hij staat filmen. Oh. Oké. Okay. Oh. Niet praten en drinken, denk ik. Dat is niet slim. Dat was de video. Ja.